verschrikkelijk gepest en geplaagd toen hij eindelijk naar school ging. Hij ging pas naar school toen hij 13 was. En dat kwam ook door de financiële omstandigheden voor hem wel. Waardoor hij heel laat naar school ging. En heeft hij het eerst heel erg moeilijk gehad. En uiteindelijk heeft hij daar wel een oplossing voor gevonden. Namelijk vriendschappen. Die waren op die kostscholen natuurlijk van essentieel belang om te kunnen overleven. En dat is echt een rode draad in zijn leven geworden. Vrienden om hem heen. Ik heb een rapport gevonden van zijn leraren van zijn middelbare school. Waarin ze een karakterbeschrijving. En daarin zeggen ze, nou hij is absoluut slim. Hij leert snel. En hij heeft een enorme verbale behendigheid. Maar hij mist het staal in zijn bloed. Moreel deugt het niet helemaal. En eigenlijk als je dat leest, dan denk je, ja dat was de Bernard. Zoals hij ook echt was en zoals hij ook gebleven is, denk ik. Voor haar boek raadpleegt Annejet van der Zijl archieven die nog niet eerder open gingen. Bijvoorbeeld het huisarchief van de familie Liepe, bij neef Armin. Maar een belangrijk document wordt onverwacht gevonden in het universiteitsarchief in Berlijn. Ja, was bedeutet diese Karte? Ein schnelles Nachschlagewerk für die Verwaltung der Universität. Hier haben sie darauf vermerkt, wo er zuvor studiert hat, im wievielten Semester er ist, für die, und eben auch Angaben über die persönlichen Verhältnisse, ne, über seine Eltern, seine Wohnanschrift. Also hier ist ausgewiesen, dass er Mitglied der NSDAP geworden ist am 27. April 1933 und auch der SA. Berlijn in de jaren 20. Het verlies van de Eerste Wereldoorlog wordt verwerkt in een uitbundig nachtleven. Door de centrumlinkse Weimarrepubliek is de adel haar positie en geld kwijtgeraakt. De NSDAP van Adolf Hitler wil korte metten maken met Joden en socialisten en heeft om die reden grote aantrekkingskracht op de Duitse adel. Hitler kan ervoor zorgen dat ze hun luxe leventje terugkrijgen, hopen ze. Bernard groeide echt op in een heel verbitterd milieu. Men voelde zich enorm tekort gedaan. Men haatte de Weimarrepubliek, de socialisten en de Joden. Dat deed Bernard's vader ook. Ik heb een heel aantal brieven waaruit dat ook heel duidelijk wordt. En ja, het was een klasse die alles kwijt was geraakt. Eerst door die oorlog, die ze in hun optiek ten onrechte hadden verloren. En toen door de revolutie. En in die sfeer is Bernard opgegroeid. En ik denk dat hem dat wel getekend heeft. En hij is zelf altijd zeer feodaal en antidemocratisch blijven denken. Bernard gaat in 1932 naar Berlijn. Hij is ernstig ziek geweest en is vastbesloten om optimaal van het studentenleven te gaan genieten. Hij schrijft zich in op de Humboldt Universiteit. Op deze kaart staat met potlood ingevuld dat hij lid is van de NSDAP. SAM staat voor SA-man. Also wir hatten viele Studenten, die nicht Mitglieder der NSDAP waren. Ich glaube schon, dass es für ihn vielleicht einfacher war, wenn er Mitglied war. Aber warum? Ob es zwingend nötig war, weiß ich nicht. Zelf heeft hij natuurlijk altijd gezegd, ik was heel erg anti-nazi en ik was zeer tegen Hitler en ik ben alleen maar even aspirant geweest bij de SS, want anders moest ik een examen doen. Dus ik ging naar die universiteit in Berlijn, want ik wilde wel eens weten wat voor examen dat dan was. En ja, die man die zei toen meteen van ja, maar er waren helemaal geen examens. Einfacher deshalb, wenn es sozusagen die politische Strömung der Zeit ist und er dort mit ist, dann fällt er weniger auf und hat keine Nachteile, als wenn er sich genau politisch dagegen verhalten hätte. Dat was toch eigenlijk het document, of een document, wat hem in de jaren 60 zijn kop had gekost. Van der Zijl schrijft in haar wetenschappelijk onderzoek dat Bernard het document zelf heeft ingevuld. Maar de vraag is of dat voor het hele document geldt. Het linkerdeel is met inkt beschreven. Het rechterdeel, waar het gaat over het lidmaatschap van de NSDAP, met potlood. Een gerenommeerd handschriftdeskundige heeft in opdracht van de NOS gekeken of dit document door één en dezelfde persoon is beschreven. De resultaten van mijn vooronderzoek geven voor die hypothese niet voldoende steun.
Nou, zo uitvoerig heb ik het niet bekeken. Nee, omdat... Maar het gaat mij een beetje te veel om te veronderstellen dat ik nu nog een gefalsificeerd... daar ga ik in ieder geval gewoon niet op... Nee. Ik zal dat document, dat wordt gewoon netjes ter beschikking gesteld van de pers. Er zijn eerder documenten gevonden waaruit zou blijken dat Bernard lid was van de NSDAP. Ook dit is daar een sterke aanwijzing voor. Maar omdat onduidelijk is door wie en wanneer het politiek gevoelige deel is ingevuld, blijft er twijfel of Bernard echt zijn handtekening heeft gezet onder een document waarop staat dat hij lid is van de NSDAP. Ik glaube das auch, dass er nie ein Nazi war in dem Sinne. Selbst wenn er aus irgendeinem Grunde dem Zwang gefolgt ist, in eine dieser Parteigliederungen eine Unterschrift zu machen, der Nazi-Geist hatte er nicht. Jedenfalls sicherlich nicht mehr, seit er Holländer war. Uit de privécollectie van Bernard blijkt dat vrienden en familie in ieder geval wel actief lid zijn van de NSDAP. Dit is Wojnowo 1936. Waarschijnlijk ook het eerste bezoek van Juliana aan haar schoonmoeder. De vlag met het hakenkruis is op dit moment de nationale vlag in Duitsland en heeft nog niet de lading die het later zou krijgen. Duidelijk is dat Bernard zijn dandy-achtige levensstijl heeft kunnen voortzetten. Hier heb ik het opbewaard. Dat alte, die urkunde des Ehevertrages zwischen den für Juliana und Bernilo, die abgeschlossen ist zwischen den Häusern Oranien-Nassau und Lippe. Mag ik even zeggen, vertel eens even waarom je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen. Oh, vond je dat zo idioot? Ja. Nou. Het is ook niet het idee van Bernard, maar het plan ontstaat wel in Nederland. In Huis Doorn. Hier woont keizer Wilhelm II in ballingschap na de verloren Eerste Wereldoorlog. Zijn vrouw Hermine is een tante van Bernard. Zij tipt haar neef over de moeilijk huwbare kroonprinses der Nederlanden, Juliana. Hij is niet benaderd of iets. Hij heeft heel duidelijk zelf initiatieven genomen om haar te ontmoeten. En dat deed hij ook al toen hij 7 weken stagiaire was. Dat vond ik zelf wel schokkend. Het is altijd verteld dat hij een prachtige internationale carrière daar bij IG Farbe had in Parijs en zo. Maar hij was 7 weken stagiaire. En toen was hij hier op Huis Doorn. En toen zijn eigenlijk die eerste plannen om hem contact te laten krijgen met Juliana al gesmeed. Want de vrouw van keizer Willem II, die hier woonde, de verdreven Duitse keizer, die was al jaren aan het koppelen om Juliana, die bijna onhuwbaar was, om daar een man voor te vinden. En de Nederlandse diplomaten waren ook wanhopig. Want het lukte maar niet met Juliana. Niemand wilde het. En zij was al 27 en de hele...